BBB. Ja, het hele punt is natuurlijk dat dat niet kon. Dat is het hele punt. En kijk, de heer Van der Lee zegt wel van ja, er zijn ook bewindslieden opgestapt. Maar de persoon die er al die tijd bij is geweest, net als bij Groningen, die zit er nog. Dat is het grote punt. Er gaat zo ongelooflijk veel mis, al dan niet bewust, willens en wetens, onbewust, per ongeluk. Er gaat zoveel mis. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen hier, mensen thuis, mensen in Groningen. Overal gaat er zoveel mensen, zitten zo ongelooflijk veel mensen in de knel, in de ellende. En ik herken GroenLinks helemaal niet in dit debat. Want GroenLinks is helemaal een. Dat is juist een partij die opkomt voor de zwakkeren, voor de mensen die in de knel zitten. En ik vind het ja, toch wel een beetje ja, mild wat de heer Van der Lee hier naar voren brengt. Dank u wel. En ik vraag me Ja. af, hoe komt dat? Heer Van der Lee. Ja, dan moet ik misschien een wedervraag stellen, maar dat mag eigenlijk niet. Van waaruit blijkt dat ik mild ben? Ik was, denk ik, in mijn termijn heel kritisch op de prestaties van dit kabinet. Als het gaat om het onvermogen om snelheid te brengen in het afhandelen van de terecht noodzakelijke compensatie voor alle gedupeerden. In het onvermogen om de toezeggingen op het afschaffen van de toeslagenstelsel te realiseren. Ook het onvermogen om die informatievoorziening op orde te brengen. Maar het lijkt dat uw oordeel, mevrouw Van der Plas moet ik zeggen via de voorzitter, het oordeel dat ik mild zou zijn, gekoppeld is aan een conclusie die u, mevrouw Van der Plas, in dit geval dus, lijkt al te hebben getrokken. Mevrouw Van Ja, der en Plas. daar verschillen denk ik onze inzichten. En verder sluit ik me ook aan bij de opmerking van mevrouw Kuiken. Als ik kijk naar mijn partij, we hebben in dat aprildebat al een oordeel gegeven over de zittende premier. Recent ook nog weer op het stikstofdossier. Dus ik begrijp niet helemaal waar de vraag vandaan komt, voorzitter. Dank. Ja, nog iets nieuws, mevrouw Van der Plas? Nou ja, iets nieuws. Exact wat de heer Van der Lee hier nu aangeeft. Een paar weken geleden waren GroenLinks en de Partij van de Arbeid gewoon keihard in een oordeel over de minister-president. En misschien is dat mijn perceptie, maar ik proef die scherpte hier eigenlijk niet in. Terwijl we hebben het over een stikstof. Probleem al dan niet, gaan we hier nu verder niet over hebben. Maar wat hier mensen is aangedaan en niet overkomen, zoals ik ook wel eens hoor, niet hoor, door de heer Van Lee in dit geval. Wat mensen is aangedaan, is zoveel groter. En dat zeg ik, misschien is het mijn perceptie, maar die scherpte die je had in het stikstofdebat, in die landbouw en met die boeren, ook mooi, heel mooi. Dank u wel, Maar punt is helder. snap je wat ik Ja, bedoel? heer Van En der ik Lee. hoef het hier Ja. gewoon niet. Ja, kijk, maar dan moeten we echt naar kijken naar de geschiedenis. Er is nog geen bewindspersoon afgetreden op het stikstofdossier. En op dit dossier zijn er heel erg veel al afgetreden. En de vraag is even, in hoeverre maakt dat dan wat uit voor als de noodzaak om versnelling aan te brengen in de compensatie voor de gedupeerden. In een noodzaak om versneld van de toeslagen af te komen. Dat ja, zie ik op dit moment niet. Dank. Tot slot. Tot slot, dat is ook waar ik mee begon. Dat is dus het hele punt. De minister-president, die er altijd bij is geweest, dan kan ieder de hele rattenplank allemaal opstappen. Maar degene die overal altijd bij is geweest, die alles heeft gezien, die alles heeft gehoord, die alles heeft meegemaakt, die is er nog. Dat is mijn hele punt. Dank u wel. De heer Van der Lee, wilt u daar nog op Ja, kijk, reageren? de Ja. minister-president is met zijn hele kabinet afgetreden. En toch heeft Nederland in de stembus bepaald dat hij de grootste partij werd. In het aprildebat hebben wij een motie van wantrouwen gesteund, maar dat was een minderheid. En de minister-president zit er nog. Ja, ik Dank u wel. vind dat u dingen aan elkaar koppelt die denk ik niet terecht aan elkaar gekoppeld worden.